naar deze nieuwe video. Vandaag is vrijdag 30 september en ik sta nu in de stand van mijn school. Want vandaag ga ik dus hier helpen bij de stand van het Welland College. En het is heel erg leuk, want je kan dit weekend ook een les winnen bij de Equine Simulation Center. Dan moet je alleen maar je e-mailadres invullen en dat kan door op de iPad je e-mailadres in te vullen. Of je kan deze QR-code scannen. En als je dan je e-mailadres achterlaat, dan wordt er uiteindelijk één winnaar gekozen die dus op de simulator mag rijden. En dat is super vet. Ik heb daar natuurlijk ook een video van gemaakt dat erop reed. En het is gewoon zo leuk om even bewust te worden van je houding en om dat allemaal te kunnen voelen op dat paard. Want het is natuurlijk eigenlijk wel gewoon een soort paard. En de stand ziet er heel erg mooi uit. Hier hebben we ook zo'n zadel. Dat gebruiken we soms ook in de lessen om te oefenen met je balans. En hier dan nog een spandoek. Dus mocht je dit weekend op Horse Event geweest zijn, dan heb je misschien de stand ook wel gezien. Ik heb op Instagram ook in mijn story verteld dat je mee kon doen met de winactie voor de simulator. Dus ik hoop dat heel veel van jullie meedoen, want het is echt heel erg leuk om daar op te rijden. En ik ga straks nog eventjes bij een clinic kijken van Tim Lips. Dat lijkt me heel erg leuk en heel erg leerzaam, want hij is natuurlijk een eventinruiter. En ik ben weer op Horse Event. Het is nu echt een stuk drukker dan gisteren, maar ook wel echt heel erg leuk. En we hebben straks twee meet and greet momenten, eentje om 1:30 en eentje om 4:30. En daar kunnen de kinderen dan allemaal loodjes voor ophalen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat worden. Ik ga zo meteen eerst even een rondje lopen langs alle stands, want gisteren heb ik dat niet heel erg gedaan. Alleen eventjes een beetje gekeken, maar vooral bij heel veel mensen ben ik blijven hangen toen om te praten. Natuurlijk ook super gezellig. Maar vandaag wil ik echt nog wat meer zien van het evenement. En ik hoop dat dat een beetje gaat lukken. En dan hebben we natuurlijk straks de meet and greet. We hebben net een meet and greet gehad en het duurde echt heel erg lang. Het was een ontzettend lange rij en de meet and greet zou ongeveer een uur duren, maar uiteindelijk hebben we er ruim 1,5 uur gestaan. En zometeen gaan we even kijken naar de kliniek van Bianca Schoenmakers en dat gaat over een snelle barrage rijden. Dus ik ben heel erg benieuwd en daar is... Wauw, ik heb gewoon een totaal burn-out. Ik wou zeggen shorts, maar dat komt... Spotty shorts, weet je wel, dan moet ik daar lekker. Nou, daar is Juliette ook. Spotty Juliette. Juliette en mijn moeder natuurlijk. En jij bent mee. Christine. Christine, die is mee met Juliette. En we gaan nu kijken naar de kliniek van Bianca Schoenmakers. Nog een klein beetje moeilijker. Dus wat doen we dan? Om het makkelijk te maken, doen we datzelfde op de hoogte volgen.
Hey, net in nu. Hey, jongen, wij wachten nog. Kun je nog een keer laten zien, Hennis? Nee, want dan moet je daar nog voor in. Nou, we doen hem op de volgende. Maar pak ze naar voren. En ik sluit. Doordat je een beetje die stelling en die buiging van die volgende hebt, is het makkelijker om te kunnen sluiten. Maar eigenlijk moeilijk, hè, want de volgende van het weer. Je moet het toch weer. Het is ook gewoon therapie voor hem, hè? Die ontwaakt en die moet meer en meer is van. Goed. Dank je wel, publiek. Ja, dan komen we. Want dat was sneller. Ja, kort draaien achterbij. Maar kort draaien is vaak heel moeilijk, hoor. Makkelijk om een middel te draaien. Dus dat doe je dan vaak tegen. Voor de hennen zitten. Als ik daar sta, twee los van de hennen. Dus bijna een seconde. Ja, half een seconde. Maar ja, die klokken tegenwoordig gaan op 100ste. Dus ha! Dus ik begon met die korte zakken. Kijk, en dan zonder even te doen. Dat is heel makkelijk. Heel kort. En dan is het weer. Dit scheelt gewoon anderhalve seconde. Ik heb er ook gelijk, die gele. Heel goed. Nou, volgende koer is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, wij zijn koerhouder, ik word eerlijk gezegd, je zet 7 losstommen. Maar ja, ik om te beginnen, die rij ik niet boven rijden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kijk, ik heb al een losstommen. Maar dan ga ik kijken wat er gebeurt als ik het tempo moet verhogen. Ik heb een ritme. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Wauw. Wow. Kijk, maar het is heel simpel. Heel simpel. Twee blokken voor minder. Zonder het effect te doen. Maar twee blokken voor minder door. Daar ben ik iets af te snijden. En hier de gebroken lijn en de rechte lijn pakken. En om het ritme iets te verhogen. Dat scheelt, heb ik hier dus dit lijntje net. Ik denk een seconde of anderhalf. Gewoon door de startlijn op te pakken. Dan links om te draaien binnen door. Zo maak ik los van 4, 5 binnen te rijden. Dan ben je normaal zo doen. En dan hier rij ik op hetzelfde. Dus op die manier kun je heel veel seconden winnen. Uiteindelijk. Wil je dit natuurlijk voor zo correct als het zo perfect mogelijk doen? Maar goed, we zullen het eens een keer heel goed zien. Ik ben nog een klein beetje zenuwachtig, want ja, het is wel een hele belangrijke wedstrijd. Ik heb het in de kop zitten, ik hoop het vaak niet. Zij hebben het dus één, startlijn, startschaam, koepel. Ik heb hem door. Mooi meteen links om en dan is twee ritme houden, kijken, afstand creëren. Ja, super. Vijf los van. Ja, dames en heren.
tijd van 32 seconden 68 met helaas een balletje. Zij de snelste en is vandaag de winnaar op het oorspunt. Bianca Schoenmakers met Mr. President. Meet and greet 2. Hey. Hebben jullie zin in? Ja, maar het is wel heel warm. Heel warm. Heel warm. En je hebt lange mouwen. Ja. Oh my god. Heb jij er zin in? Ja. Ja. Persoonlijke ventilator. Ja, en jij, ben je er klaar voor? Heb je er zin in, Lee? Ja. Een antwoord dat iedereen geeft. Ja, Destiny, heb je er zin in? Ja, wel warm, hè? Ja. En jij? Hij is scherp hoor. We zijn gezellig aan het eten met z'n allen. We hebben het al op. En de meet and greet hebben we overleefd. Yes, nu zijn we klaar. Zit er viesheid op mijn lens? Ja, echt heel veel. Nou, je ziet het niet hoor. Mijn camera zag het dus wel. Die is niet weg. Oh, die is niet weg. We zitten net in de auto en ja, hoor je, het is nu dus afgelopen. Na de meet and greet zijn we om 6 uur dus nog even met z'n allen gaan eten. Uiteindelijk hebben we daar echt tot 7:30 gezeten. En uiteindelijk kwam Feline nog langs en Fenna nog langs. En we zaten er ook nog eventjes met Nienke en Maartje van Saressa. Het was eigenlijk wel heel gezellig om met z'n allen nog eventjes gewoon te kletsen. En even rustig daar te zitten. Toen zijn we daar naar de buiten gelopen met Leanne. En toen hebben we nog een hele tijd bij de parkeerplaats gaan praten. Was ook heel erg gezellig. En we zitten nu in de auto. En Daphne, die moest eigenlijk met het OV terug naar huis. Maar ze woont in Soest en ik in Beeldhoven. Dus dat is echt naast elkaar. Dus ik zei, ja, dan kan je het goed met ons meerijden. Heel fijn. Dus die rijdt gezellig mee en die zetten we thuis eventjes af. Dan was dit de vlog. Ik heb niet superveel gevlogd de afgelopen dagen.
Ja, ik was natuurlijk gisteren en vandaag, maar ja, het was zo'n hectische dag. En gewoon, je bent gesloopt naar zo'n meet and greet, dus dan wil je ook heel eventjes bijkomen. En ik heb natuurlijk zelf ook nog wat clinics gekeken, dat was heel erg leuk. En de hele tijd is er zoveel lawaai ook, dus het is best wel lastig om te vloggen op zo'n evenement. Maar ik hoop dat jullie toch een beetje de beelden leuk vonden en een beetje konden zien ja, wat er de afgelopen dagen... Wow, autolampen. Afgelopen dagen heeft gespeeld. Oh nee, de lantaarnpalen zijn aangegaan. Oh. Dat is het. Maar dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar de video. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Nog hieronder te abonneren en een leuke reactie achter te laten. Natuurlijk Daphne de kanaal eventjes te checken. En dan zie ik je hopelijk weer de volgende keer. Doei!